Yo mensen, ik heb een nieuwe video, Hutke Floris. Vandaag gaan we voor de 2000 likes en spelen weer Clash Royale. Ben je geabonneerd, abonneer. Ik zit op mijn account en we gaan de hele Pass Royale gaan wij openrammen. De hele Pass Royale, ik heb me helemaal opgespaard. Het seizoen eindigt over, ja, bij ongeveer 4 dagen. En ik denk dat het wel even tijd is om deze hele Pass Royale even lekker open te gaan maken. En daarna gaan we natuurlijk gewoon op potjes online spelen, want op dit moment ga ik best wel lekker. Ik ga best wel lekker op Clash Royale. Ik sta op dit moment... Oh, al die spelers allemaal heel dicht op elkaar. Ik sta op dit moment 235ste van Nederland. En dat is natuurlijk zeker niet slecht. Hé, er zit een spinnetje op mijn... Op een scherm. Er zit een spin op een scherm. Weg. Ah ja, dat kunnen we niet zien. Oké, let's go. Hij is weg. Dat was raar. Wij gaan in ieder geval die hele Pass Royale gaan wij nu dus openmaken. En daarna gaan we dus nog wat potjes op online doen. Ik heb hier heel veel zin in. We beginnen met deze zilver chest. En er zit helaas niks in. Het is natuurlijk nu ook veel leuker om überhaupt dit soort dingen nu open te maken op je eigen account. Want ik heb niet alle kaarten max level. Ik had natuurlijk vroeger alle kaarten max level. Of heel veel kaarten max level. Dus dan boeide deze chesten mij niet heel veel. Maar nu boeide het me veel meer. En is het ook veel leuker om dit dus open te maken. En de gold ook lekker erbij. Dat is ook natuurlijk heel handig. Goblins, Bats, Chill. Dat is een kaart die ik nog naar max level wil. Of in ieder geval de kaarten voor wil krijgen. Dus dat is netjes. Hebben we hier wildcards. Oh, ik heb helemaal niet gecheckt of ik straks boeken dubbel krijg. Oh nee. Even checken. Boek. For fuck's sake. Oké, dit is niet best. Book of Books. Ik krijg een nieuwe Book of Books. Even denken. Wat ga ik met mijn Book of Books doen? Kijk, ik kan die Skeleton King uppen. Probleem is alleen... Weet je wat, we doen eerst even op deze. Ik moet een champion krijgen. Waarom? Want dan heb ik misschien de Golden Knight. Dit is... Earthquake heb ik al max. Wat moet ik met mijn books doen, boys? Want kijk, als ik deze guy upgrade... En ik gooi de boek op die Skeleton King... Heb je wel veel aan. Maar wat ik ook kan doen... Is al mijn Legendary Tokens ruilen... Tegen logs. Krijg je heel veel gold. En dan een paar... de boek gooien op een Legendary... Ik ga je even over nadenken. Shit. We zijn weer terug. Ben ik weer terug? Het is echt letterlijk een hele andere dag. Want ik zat even na te denken. Waar moeten we nou dat boek op gooien? En wat ik dus gedaan heb, wat mega slim is. Ik heb gewoon al mijn Legendary Tokens heb ik gereld met een Ice Wizard. En heb ik de Ice Wizard weggedaan. En dan een Legendary die ik al max level heb. Dus de Log, Miner of Graveyard. Die heb ik erbij gekregen. Maar die heb ik al max level. Wat betekent? Elke trade was 20k. Ik heb nu ook veel meer coins. 262k coins, dit is echt, dit is heel lekker. Dit is veel betere tactiek dan bijvoorbeeld die Skeleton King te doen. Het duurde wel even een dag, want ik moest andere clans gaan joinen die konden en wilden ruilen. Maar wat we nu dus gaan doen is deze Book of Books op de Ice Wizard gooien. Ik ga met een andere video upgraden, dat doen we niet in deze video. Maar dat betekent nu dus wel dat wij de Book of Books kunnen verzamelen. En een dag later verder kunnen met deze video, let's go. Oké, we gaan door jongens, hoppatee, wildcards, gold, gems... Wildcardje, Bats erbij, super chill, Goblins en Heal Spirit, 100 comments. Hebben we hier Gold, Gems, Wildcard, Ice Spirit, Barbaren en Freeze. En ik kan nu ook weer straks 3 nieuwe Legendaries naar dus Max... Of Legendaries, 3 nieuwe kaarten naar Max Level doen na deze hele Pass Royale. Want dan heb ik straks 300k Gold, wat super chill is. Maar dat doe ik allemaal in aparte video's. Want dat vind ik gewoon leuk, weet je wel. Dat ik een aparte video doe, dat ik een bepaald deck upgrade en dat dat een hele video daarop gefocust is. Want anders, misschien upgrade ik nu bijvoorbeeld een Hog Rider deck hierna... En dan klik je niet deze video aan, omdat jij denkt van, oh, het gaat toch over de Pass Royale. En dan mis je een hele leuke Hog Rider max level deck video. Dus dat is dus de reden dat ik die video's wil verspreiden. Lijkt mij dus best wel logisch. We hebben hier weer 10k gold. En we moeten even opletten op de wildcards, want die gaan volgens mij nu best wel hard bij de epics. Laat ik dat gewoon nu alvast doen, waarom ook niet. Inderdaad, de epics. Gooien we die, ja, op de... Zo, ik wil dat eigenlijk allemaal niet. Ja, ik heb eigenlijk veel liever een lightning erbij. Maar ja, we doen wel even een huntertje. Dat is de minste. Oké, let's go. Gaan we door. Ja, lightning wil ik er nu niet bij doen. Want die lightning moet ik natuurlijk dan upgraden. Knight, Zap. En dat kost me weer coins. En ik ga waarschijnlijk lightning naar max level. Is niet een kaart die ik doe. In een Hog Rider deck heb ik liever Earthquake dan lightning. En voor de rest, wanneer gebruik je lightning anders? Wat ik wel kan doen is de guards. Alleen de guards die heb ik nog lang niet max level. Dus nu moet ik heel veel uppen. Kost ook weer coins. En ik heb liever een andere kaart max level dan mijn guards. Als het allemaal extra gold kost. Want dat is nu gewoon het grootste probleem. Als ik nu gewoon een miljoen gold zou hebben.
zou ik zoveel nieuwe decks max level kunnen. Maar ik heb nu geen miljoen gold. Dus dat is een beetje het jammere. Gooien we deze op de Electro Spirit, denk ik. Hoppatee, en gaan we nu gewoon lekker door. Want we hadden ook al bijna die wildcards. En zijn echt letterlijk, volgens mij heb ik nu een stuk of 12 kaarten die ik naar max level kan. Maar ja, ik heb niet 1,2 miljoen gold. Dat vind ik gewoon echt een vervelende aan Clash Royale. En sowieso, het gold is altijd een probleem geweest. Het is altijd een probleem geweest. We hebben hier een emotje. Hebben we hier gold, gems, wildcard, firecracker, rascals, electro, giant, weer 10k gold. Kom maar met dat gold, kom maar met dat gold. Lekker spirit, kanon, arrows, infernatoren, wildcardjes erbij, weer een chestkey, gems, e-barbs, tesla, prins en furnace. Wildcards, en we hebben gold, gems, firecracker, zap, guards, 3 musketeers. En dan zitten we bijna vol met epic wildcards, maar terwijl ik aan het praten was, ging mijn brein denken en die dacht van, volgens mij is het gewoon beter om misschien hem niet op dingen te gooien, want misschien krijg ik dan toch de guards. Want als je een wildcard collect terwijl je te veel hebt, dan kiest de wildcard een epic die jij nog niet max level hebt. Ik laat het gewoon even zien, let op. Oh, ja, nu nog niet. Nu had ik hem nog niet max level. De volgende keer dat wij epic wildcards krijgen, dan gebeurt dat. Let je, oh, wacht eens. Oh nee, laat me. Ik kon dat boek toch niet gebruiken. Ik hoop trouwens nu echt op de Golden Knight. En je Magic Coin. Dit is chill. We kunnen veel meer upgrades doen nu. We kunnen 4 kaarten naar max level. Oké, maar dat gaan we niet in deze video doen. Maar kom op, jongens. Kunnen wij de Golden Knight krijgen? Kijk, dit bedoel ik. Let op. En dan krijgen we precies wat ik bedoel. Lightning, let's go. Oké. 1 wildcard. En kom op. Golden Knight. 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 Oh nee, toch. Oh mijn god. We krijgen de Skeleton King. Oei, oei, oei. Nou ja, jammer dan. Gems, Knight, Bomber, Electrodraak, Cage. Hebben we hier weer 100 erbij. En dan weer de gold. Gems, Barbarut, Giant, Goblin Barrel. We hebben ook echt super veel Legendary wildcards. Volgens mij hebben we die ook al bijna max. Accept. Krijgen we de prins. Oei, dat is niet zo chill. Die heb ik al max. Namelijk kregen we er wel gold voor. Anders was dat heel zonde. Elixir, Ice Spirit, Guard. Weer een extra. We zitten nu dus gewoon op 20. En we hebben nog een Book of Cards Legendary. Ik kan met die Book of Cards Legendary weer hetzelfde doen als ik met die Ice Wizard deed. Gewoon heel veel coins op die manier farmen door middel van mijn Legendary tokens. Enige probleem is, ja, ik heb nu maar 1 Legendary token. Oké, wat we gaan doen is online spelen met dit dekje. Oké, jongens, ik weet niet wat er aan de hand is. Ik ben gewoon heel eerlijk met jullie. Ik heb 2 potjes op rij verloren. Ik kan ze laten zien, maar ze waren nou niet echt de beste potjes. Niet lekker gespeeld van mij. Ik weet niet, ik ben misschien net... Nee, ik ben ook helemaal niet net wakker. Het is gewoon 1 uur. Ik weet niet, ik speel even niet lekker. We doen gewoon even 2 potjes nu. En hopelijk winnen we deze wel. Het waren gewoon echt... Ik speelde gewoon echt slecht. Ik speelde gewoon echt heel slecht. Hopelijk winnen we deze wel. En dan ja, hebben we in ieder geval 2 potjes gewonnen. Maar ik speel even niet goed. En het ligt niet aan het dekje, want... In mijn video speel ik niet goed met Graveyard. Want als ik zelf op de bank zit, ik heb zeg maar mijn, hoe zeg je dat? Season highest, heb ik gehaald met Graveyard. Het is 6800 volgens mij. Ik had het zo wel laten zien, of 6700 hoog. Maar dat is met Graveyard gebeurd en niet met Mortier. Dus ik weet niet waarom het dan altijd in de video zo slecht gaat. Maar normaal gesproken, niet in de video's gaat het heel goed met Graveyard. Dus ik weet niet waarom dat zo is. Maar ja, 2 potjes verloren. Die laat ik even uit. We gaan nu gewoon nog een keer 2 potjes doen. Hopelijk winnen we die 2 potjes dan deze keer wel. We komen tegen een Golem deckie. En ik wacht nog heel even met die poison op de troep hier gooien. Even kijken, lijkt nu wel een handig momentje. Ja, dat gaat helemaal goed. Gooi ik ability. Hoppatee. Ja, bats ook neer. Prima verdedigd. Helemaal prima verdedigd. Gooien we nog even een barb barrel om te tanken voor die Archer Queen natuurlijk. En is dit al een heel veel beter begin dan die vorige 2 potjes. Oké, top. Moet hij ook nog eens Mega Minion droppen. Dat kost hem ook nog 3 elixir. Hij heeft nu heel weinig elixir. Hij zapte Mega Minion. Wij gaan in de avond met de Graveyard. Normaal wil je dat niet te vroeg doen dus. Maar nu wel, want letterlijk, hij heeft heel weinig elixir. Ik wacht heel veel op 9 elixir van mij. Nu... En ik denk eigenlijk eerlijk gezegd dat we deze toren nu gewoon pakken met deze ene push. Of niet? Oké, we kunnen dit nedoen, maar ik denk niet dat het waard is. Neder te gooien op de Bomber en de Night Witch. We pakken lang niet de toren. Ik heb het helemaal weer mis. Maar weer heeft hij op dit moment niet veel elixir. En we hebben wel redelijke damage gepakt. Ik zit te twijfelen of ik hier een Valkyrie voor moet doppen. Ik denk het wel. Want dan moet hij die Valkyrie weer gaan stoppen met een Lumberjack of met een Mega Me. En dat is weer minder elixir dat hij dan kan gebruiken voor zijn Golem push. Doe ik een hoge Archer Queen zodat hij kan helpen om de Lumberjack te killen. Zal hij nu denk ik de Golem in de back droppen. Inderdaad.
Droppen we even de barbarrel voor wat extra damage. En gaan we daarna gewoon eventjes rustig die verdediging beginnen. Met de tombstone dus eerst. Hij dropt de bomber erachter. Door krijgen we straks lekkere poison value. Want hij gaat sowieso een Night Witch er ook bij gooien. Inderdaad. Hij doet het wel slim dat hij die Night Witch een beetje naar achter gooit. Maar wij hebben gelukkig... We wachten gelukkig met die poison. Waardoor we dit heel makkelijk op deze manier kunnen doen. Dan ga ik even kijken of ik mijn... Die Megamine levend kan houden. Let's go. Of die Megamine, ik bedoel het baby draak levend houden. Dat lukt wel. Top. Moet ik hier nog iets tegen doen? Ik denk het wel, maar ik denk dat ik toch beter even de baby draak doe. Zet hij dit, oké. Dat chopt hij weg. Maar hebben wij voor mijn gevoel meer elixir. Want dit was een beetje een all or nothing van hem. En kunnen we er zo doorheen komen met de graveyard. Doe ik eerst even de queen in de back. Laat ik het gewoon eventjes voorzichtiger spelen. We hoeven nu niet te pushen met een all or nothing graveyardje. Dat doe ik vaak wel in de video's. En vaak daarom gaat het fout. Droppen we de bar barrel en de tombstone. Drop ik de ability van de queen. Met een dit erbij. Een hoge babydraak. Om zo snel mogelijk die bomber die op mijn queen chopt te pakken. Dat lukt. Let's go, queen. Oké, queen blijft niet levend. Bijna. Dan... Drop ik dit. Ik heb zo'n gevoel dat hij met zijn e-barbs wil komen. Doet hij niet. Top. Gaan we nu wel met de graveyard komen. Ook op een gegeven moment moeten we natuurlijk wel met die graveyard komen. Drop weer de poison. Hopelijk pakt even één skelly. Hit even die Night Witch. Zodat die Night Witch doodgaat van de poison. Maar het ziet er niet naar uit. Dus dat maakt het wel een beetje vervelend. Ook op Night Witch. Oh nee. Doen we dit. En doen we dit. Zodat die Night Witch nu neer is. Zodat die bomber nu ook neer is. En zodat we die Megamine eventjes wat damage op doen. Top. En dan ziet dit er nu wel heel goed uit. Want nu droppen we Graveyard. En hij weet het. Hij weet dat dit er goed uitziet. Dus hij moet all or nothing via de andere kant. Droppen we even een babydraak op defense. En nee, dat wordt hem niet meer voor hem. Poison hem nu deze keer. Let's go. En dan hebben we dit puntje gewonnen. Gelukkig maar. Want die vorige twee gingen echt mega slecht. Ik weet het niet met Graveyard. Ik vind het ten eerste super leuk. En ten tweede... Voor mijn gevoel ben ik er wel goed mee. Alleen niet in video's. Oké, let's go. Maar gelukkig, dit potje speelden we niet slecht. Gaan we gewoon eventjes... Misschien ben ik gewoon in video's minder... ongeduldig, zeg maar, met die graveyard. Of met die laatste poison. Misschien is dat het. Maar we komen tegen Scaredy uit de ALB Specialist. Laatste potje van de video. En we gaan kijken of we deze Scaredy kunnen aanpakken. Oké. Ja, dat gaan we poisonen natuurlijk. Moeder Witch. Vervelende kaart. Om tegen te komen als je met Graveyard speelt. Want hij gaat die Moeder Witch natuurlijk op defense rammen. Dan ga je niet lekker op. We doen even de Valkyrie in de back. Natuurlijk wil je liever de Valkyrie op de Witch. Maar ik heb liever de Valkyrie nu wil ik gebruiken dan een van deze andere kaarten. Babydraak, denk ik. Ik twijfel er daar wel een beetje. Als ik eerlijk ben, twijfel ik daar een beetje tussen Queen of Babydraak. Maar ik denk dat Babydraak iets chiller is. Prima verdedigen. Dit hebben we hier ook een klein counter push. We hebben wel wat damage genomen. Maar we hebben in ieder geval een klein counter push. En hij gebruikt nu de Dark Prince. Dan moet ik dit droppen. En dan wil ik niet mijn ability gebruiken. Maar hopelijk hij charge wel op mijn queen. Maar we kunnen nu gewoon de queen's ability gebruiken. Want die hebben we dus bewaard. Gelukkig. En dan moet hij toch iets gaan gebruiken om dit te stoppen. Een Mega Minion. Oh, wauw. Oké, dat was heel zonde. Nou, dan gaan we dit laten gaan. Doen we de Valkyrie in de back. Doet hij waarschijnlijk de Moeder Witch in de back. Hoppatee. Oké, dat was jammer, maar maakt niet uit. We hebben ook de Nado voor de Royal Giant. Dat moeten we ook onthouden. Want die Nado die kan ook best wel die Royal Giant natuurlijk helemaal naar achter gooien. En dan rek je best wel wat tijd. Chill dat hij weer dit in de back doet. Ik twijfel of ik de poison... Ik denk het wel gewoon. Waarom ook niet? Hoppatee, doen we de poison aan de lage kant. Zo mocht hij iets anders nog willen gebruiken, dat anders in de poison gegooid wordt. Hij zegt, wauw. Hij gaat nu gewoon weer precies hetzelfde doen. Hij gaat deze twee kaarten droppen. En dan krijgen wij een Royal Giant in de back. Of nou, in de back. Natuurlijk niet in de back. Op onze bakkes. Dus daar moeten we rekening mee houden. We hebben wel weer bijna de Valkyrie in cycle. Kijk hoe traag dit ook gaat. Hij heeft gewoon alle tijd... Hé, hij doet niet de Royal Giant. Hij doet de mini-packer. Nou, dat is natuurlijk een partij niet handig. Ik weet niet wat hij dacht met die mini-packer. En nu, voor mijn gevoel... Is het nu wel een goed moment op de graveyarden. Want we hebben nu ook nog eens een poison. We hebben een tank voor die Moeder Witch, inderdaad. Kom maar. Poison Witch. We hebben die Tombstone nog klaarstaan. En dan ram ik een Valkyrie helemaal in de bek. Met eerst een baby draak. En als hij nu kop met zijn graveyard. Met zijn Royal Giant. Dan... Oeh, even lightning. Dat had ik al kunnen verwachten misschien. Maar dat is wel chill nu. Want dan kunnen we nu gewoon zonder enige stress een Articuno in de bek droppen. En dan kunnen we niet gelightning worden.
Ja. Oké. Het ziet er gevaarlijker uit dan het is, hoor, denk ik. Ik denk dat dit er gevaarlijker uitziet dan het is. Ja. Het valt mee. Ik zak de Valkyrie op de Night of the Witch droppen. Nee, ik moet hem toch in de back doen, want die Dark Prince komt eraan. Oké. Het vervelende is dat ik niet meer een Queen kan gebruiken. Snel de baby draak, zodat niet nog meer hoks komen. Oké. Ja, weet je wat nu een beetje vervelend maakt, jongens? We lopen een beetje achter de feiten aan, want we kunnen die Queen gewoon niet gebruiken. Als hij nu de Rode Giant op ben ik de lul. Oké, doet hij niet. Oké, we moeten sowieso de andere kant op gaan, dus dat is goed gedaan van mij in principe. Dit moet ik laten gaan, ook al doet dit misschien een hit. Nee. Droppen we alleen de baby draak, dan pakken we wat damage. Maar het chillen aan alleen de baby draak nu gebruiken, is dat we een tank over krijgen. We krijgen een tank. We houden een tank over, zeg maar. En daarmee kunnen we niet... Daarmee kunnen we niet graveyarden, want die... Heel vervelend. Jezus, dit is een moeilijk padje. Speel ik zo slecht dan? Ik heb het gevoel dat ik zo slecht speel. Oké. Dit is een seconde, ja. Ik ga er maar aan staan nu nog. Ik ga er nu nog maar aan staan. Eén kans. Misschien een hele gekke Nedo. Misschien een hele domme Nedo hoor je nu. Nee. Zo slecht speelde ik dit ook niet, toch? Jongens, ik geef het hier wel op. Ik heb 4 potjes gespeeld, 3 verloren helaas. Deze laatste 2 laat ik erin. Ik heb echt mijn best gedaan, maar voor mijn gevoel was dit gewoon echt moeilijk. Ik moest eerder switchen, maar ik kreeg niet echt die opening. En ik weet niet. We kunnen nog even checken naar de profiels van deze guys. Om onszelf nog een beetje beter te laten voelen. 6800, 7100 die we gewonnen hadden. Deze verloren we tegen een 7k. En deze verloren we tegen een 7k speler met 17 wins. Het zijn ook geen slechte spelers. Misschien zit ik gewoon best wel hoog. Misschien doe ik het ook gewoon wel een beetje goed. Jongens, hoop dat het video ergens komt. Een andere video wilt u zo checken. Zien we in de volgende video. En tot dan, mensen.